Goedemiddag. Dit middaggesprek gaat over geneeskunde. En nee, niet over COVID. Daarover wordt u reeds via tal van andere kanalen wellicht meer dan u lief is bediend. Dit gesprek zal gaan over gepersonaliseerde geneeskunde. Iedereen weet dat onze volksgezondheid er de voorbije eeuwen fors op vooruit gegaan is. In 1870 was de levensverwachting 40 jaar. Nu is die levensverwachting meer dan verdubbeld. Dat heeft met allerhande factoren te maken. Een betere huisvesting, de toename van de welstand, meer hygiëne, een gezondere levensstijl, voedzamer en gevarieerde voeding, maar ook en vooral betere geneeskundige zorgen. Een van de laatste ontwikkelingen binnen de steeds beter wordende geneeskunde is wat men gepersonaliseerde geneeskunde noemt. Of in het Engels personalized medicine. Alles wat we met een Engelse uitdrukking aanduidt, klinkt vanzelf meer innovatief. In welke mate is gepersonaliseerde geneeskunde innovatief? Zorgt het voor nieuwe doorbraken? In gepersonaliseerde geneeskunde selecteert men op basis van diagnostische tests de meest geschikte en optimale therapieën op basis van de genetische constitutie of van de moleculaire of cellulaire eigenschappen die eigen zijn aan een particuliere persoon. Op maat gemaakte therapieën en medicatie ontwikkelen kost geld. Is het de investering waard? Met andere woorden, hoe goed is gepersonaliseerde geneeskunde? Als het die investering waard is, zullen die nieuwe therapieën dan niet leiden tot meer ongelijke geneeskunde? Zullen die therapieën er enkel zijn voor de mensen die het kunnen betalen? Of kan er terugbetaling worden voorzien? En als men terugbetaling mogelijk wil maken, zal men dan voor elke gepersonaliseerde therapie een afzonderlijke goedkeuringsprocedure moeten opstarten? Dat zijn het soort vragen die ik, en wellicht ook u, zich als leek stellen en waarop we vandaag een antwoord hopen te krijgen. Onze gesprekspartners voor dit middaggesprek zijn Isabel Huys en Even van Mechelen. Isabel Huys is dokter in de farmaceutische wetenschappen. Ze specialiseerde zich verder in intellectueel eigendomsrecht aan het Max Planck Instituut in München. Ze bouwde een onderzoekslijn uit over intellectual property en regelgevingsstrategieën in biogeneeskunde, werkte over technologieoverdracht voor LRD, was als Europees adviseur verantwoordelijk voor Europese kaderprojecten. Momenteel is ze hoogleraar aan de faculteit farmaceutische wetenschappen, hoofd van het departement klinische farmacologie en farmacotherapie, lid van het KU Leuven Instituut voor Single Cell Omics en het KU Leuven Kankerinstituut. Even van Mechelen is gewoon hoogleraar aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Hij doet onderzoek binnen de eenheid kwantitatieve psychologie en individuele verschillen en doseert statistiek voor psychologen. In 2019 publiceerde hij samen met Annick Sies en Koen de Mietenare een bijdrage met de titel Studying Treatment Effect Heterogeneity in Precision Medicine Through Induced Subgroups, waarin verslag gedaan wordt over de statistische evidentie over het succes van de gepersonaliseerde geneeskunde. En dat verklaart al een beetje waarom hij vandaag onze gesprekspartner is. U weet dat als u dit gesprek volgt, u uw vragen kan doorgeven via het YouTube-kanaal. Ik zal naar goede gewoonte die vragen op het einde van de discussie aan onze gesprekspartners voorleggen. Welkom Isabel en Even in dit metaforumgesprek over personalized medicine. Dus Isabel, mag ik u vragen de beloftes, de uitdagingen en de problemen die te maken hebben met gepersonaliseerde geneeskunde toe te lichten? Dank u wel voor deze vriendelijke introductie. En dank u wel voor de uitnodiging om te komen spreken over gepersonaliseerde geneeskunde en de uitdagingen en de beloftes die we daarvan kunnen verwachten voor de toekomst. We leven en we weten dat we leven nu in een grootschalige wereldwijde pandemie die ons nog een hele tijd parten zal spelen. En we zijn getuige geweest van de ontwikkeling in recordtempo aan geneesmiddelen, die zijn trouwens nog altijd in ontwikkeling, en vaccins
die ontwikkeld worden en ook goedgekeurd zijn geweest door het Geneesmiddelagentschap. Denk maar aan het Pfizer-BioNTech-vaccin of het AstraZeneca-vaccin. En vandaag ligt ook het Johnson & Johnson Janssen-vaccin op de plank. Er is er inderdaad enorm veel vandaag gebeurd met betrekking tot het bestrijden van de pandemie. Maar wat we ook zien is dat er in die crisis een hele grote variatie bestaat in de evolutie van die hele pandemie, maar ook een grote variatie in de klinisch verloop en in de aard van die ziekte zelf bij de verschillende patiënten. Dus sommige patiënten worden echt heel sterk ziek en moeten opgenomen worden en andere patiënten hebben amper symptomen of gewoon geen symptomen. En als we dan spreken over de vaccins, dan zijn er mensen die zich heel veel vragen stellen over de vaccins, over de ziekte. Maar andere mensen aanvaarden gewoon de onzekerheden die er zijn. Of aanvaarden zelfs neveneffecten en effecten van die verschillende vaccins en zijn daarmee tevreden. Dus we zien dat er een enorme variatie bestaat in al deze zaken en dat een eenvoudige, simpele oplossing voor deze pandemie op volksgezondheidsniveau niet mogelijk is, maar ook niet op individueel behandelings- of preventieniveau. Vandaar dus dat eigenlijk die pandemie enkel kan beheerst worden als rekening wordt gehouden met die variatie tussen die verschillende parameters. En daar, om rekening te houden met die verschillende parameters, kan personalized medicine wel degelijk een rol spelen, ook voor de toekomst. Want personalized medicine, we zullen eventjes nog herhalen en misschien even dieper bekijken wat dat eigenlijk precies is. Maar er zijn verschillende definities verbonden aan personalized medicine. En hier zien we een aantal definities die gegeven worden door bijvoorbeeld de NIH, het Nationaal Instituut voor Gezondheid, of bijvoorbeeld het gezondheidsagency van Amerika, de FDA, of het Europees Geneesmiddelagentschap. En sommigen spreken zelfs meer van precision medicine in plaats van personalized medicine. Maar in elk geval gaat het over een benadering waarbij dat de behandeling en de preventie van ziektes, waarbij dat er in die behandeling en de preventie rekening gehouden wordt met de individuele variaties in de genen en ook in de psychologische eigenschappen die patiënten vertonen. Dus het gaat over personalized, maar waarbij dat het toch wel belangrijk is om personalized met het doel om bijvoorbeeld bepaalde ziektes te voorkomen. Maar dan met toch als noodzakelijke voorwaarde de participatie van die patiënt in het ganse verhaal. En personalized medicine is eigenlijk een antwoord op een one-size-fits-all approach of benadering. Eén geneesmiddel voor een grote groep van patiënten zonder onderscheid. Cijfers tonen aan dat de blockbuster geneesmiddelen momenteel op de markt spijtig genoeg, of in sommige gevallen eigenlijk wel, goede resultaten boeken bij patiënten waarvoor ze zelfs ontwikkeld werden, maar spijtig genoeg niet bij alle patiënten. En er is zeker een grote, substantiële groep van patiënten die ofwel niet kunnen genieten van het voordeel van die geneesmiddelen, maar soms hebben ze zelfs neveneffecten, soms ernstige neveneffecten, en moeten ze opgenomen worden in een ziekenhuis. En dus wat personalized medicine tracht te doen, is die patiënten te karakteriseren om op die manier een op maat geneesmiddelenontwikkeling of geneesmiddelenbehandeling mogelijk te maken. En die op maat aanpak kan gebeuren via verschillende manieren. En één ervan is om gebruik te maken van de genetische achtergrond van mensen. Niet alleen de genetische achtergrond, maar ook andere biologische kenmerken. En we noemen dat dus biomerkers. En op basis van zo'n biomerker kan er een diagnostische test ontwikkeld worden, die dan, als je die dan toedient of zou toepassen op patiënten voorafgaand aan het toedienen van een bepaald geneesmiddel, kan voorspellen of kan aangeven of dat geneesmiddel al dan niet geschikt is voor die patiënten. En dat lijkt eigenlijk mooi en dat is ook heel beloftevol, maar dat heeft toch ook wel heel veel uitdagingen nog, die we met z'n allen eigenlijk nog moeten aangaan. En één uitdaging is bijvoorbeeld dat degenen die zich daarachter zetten, dus de bedrijven, dat er toch wel een verandering in het businessmodel hiervoor nodig is.
Omdat het businessmodel oorspronkelijk vooral heel volumegericht was, grote groepen van potentiële patiënten die de geneesmiddelen innemen, gaat het nu over veel kleinere groepen. Daarbovenop zullen samenwerkingen tussen diagnostische bedrijven en farmaceutische firma's ook nodig zijn. Ook iets wat eigenlijk niet in het verleden de gang van zaken was. Dan is het zo dat op het niveau van de goedkeuringen in verschillende landen de goedkeuringsprocessen regulatoire, maar ook rond terugbetaling, nog niet altijd van die aard zijn dat de processen om het geneesmiddel goed te keuren en de processen om de diagnostische test tegelijkertijd goed te keuren en dus beschikbaar te maken aan de patiënt, dat die procedures nog niet altijd in alle landen op elkaar afgestemd zijn. In België hebben we daar dus wel nu vorderingen in gemaakt. In België hebben we nu wel een specifieke procedure die erop toeziet dat als het geneesmiddel ter beschikking komt, dat ook de diagnostische test er moet zijn. Anders heeft dat eigenlijk ook weinig zin. De validatie van die biomerker, dus van de biomerker die eigenlijk gebruikt wordt in die diagnostische test, is natuurlijk ook een zeer belangrijk punt en waar nog heel veel werk aan is. En gezien er gebruik gemaakt wordt van lichaamsmateriaal en data van patiënten om het zo gericht mogelijk allemaal te doen, is die beschikbaarheid van die data en van stalen van mensen om onderzoek op te doen heel belangrijk en nog altijd een hele grote uitdaging, omdat er heel veel verschillende wetgevingen daar ook van op toepassing zijn in verschillende landen, als ook de procedures om de outcome van het gebruik van die geneesmiddelen aan de hand van real-world data, om real-world evidence te creëren, dat die procedures of die technieken, die studies, dat daar ook nog heel veel aandacht voor nodig is. Hoe dat eigenlijk gaat gebeuren, hoe dat die registers bijvoorbeeld opgezet gaan kunnen worden, allemaal om bestaande klinische trial data aan te vullen. En gezien inderdaad de patiënt centraal staat, is samenwerking met die patiënt en het betrekken van die patiënt op alle niveaus, ook op dit gebied, heel belangrijk. Een andere heel geavanceerde methode om aan gepersonaliseerde geneeskunde te doen, is gentherapie, namelijk het toedienen van een correct gen aan een patiënt die een defect gen draagt en dus op die manier een ziekte vertoont. Denken we maar aan CAR-T-celtherapies, waar nu op dit moment veel rond te doen is. En hoewel dus er zijn op het moment 9 gentherapieën goedgekeurd op het Europees niveau, maar dat betekent niet dat die 9 gentherapieën beschikbaar zijn voor alle patiënten in heel Europa. Nee, dus de verschillende lidstaten hebben een eigen specifieke manier om de terugbetaling van dergelijke therapieën te organiseren en te doen. En dus naast productie-issues die je kan voorstellen met zo'n complexe techniek, is het zo dat er nog heel veel zaken onderzocht moeten worden als het gaat over zowel het goedkeuren van dergelijke therapieën op Europees niveau, maar ook op het niveau van terugbetaling. Een belangrijke uitdaging is hier, hoe kan de waarde correct ingeschat worden van zo'n gentherapie? Want de bedoeling van zo'n gentherapie is eigenlijk om niet alleen de symptomen aan te pakken, maar een echte genezing te veroorzaken. Dus een cure, waarbij dat de waarde eigenlijk ingeschat kan worden als zijnde heel hoog. Dus hoe kunnen betalers, de terugbetalingsinstanties hiermee omgaan met deze nieuwe technologie, om het inderdaad ook nog betaalbaar te maken? Want om de terugbetaling te organiseren, wordt er ook rekening gehouden met de budget-impact bijvoorbeeld op niveau van het land. En ook met de wil van de bevolking om daarvoor te betalen, de willingness to pay. En als we dan denken aan het BabyPia-verhaal, dan is die willingness to pay hier in België in elk geval hoog. Want op een heel snelle periode van, denk ik, 1 of 2 weken, werd er een enorm hoog bedrag van 1,9 miljoen euro via crowdfunding verzameld. Dus dat zijn eigenlijk toch wel redelijke uitdagingen waar onze regelgevers mee te maken hebben. En
waarvan ook wel stappen gezet worden om samenwerkingen te doen met andere lidstaten om zo tot een sterkere positie te komen. Dan hebben we nog een derde benadering die ik hier wil bespreken met jullie rond personalized medicine. En dat is het gebruik van patiëntenvoorkeuren. Dus meer en meer gaan geneesmiddelenautoriteiten, zoals het Europees Geneesmiddelenagentschap, EMA, maar ook FDA, artsen, industrie, academia, die daarin geïnteresseerd zijn, die zijn er eigenlijk van overtuigd dat het meenemen van de meningen van die patiënten bij het nemen van beslissingen zeer bepalend kan zijn. Dus het luisteren naar patiënten, het meten van hun voorkeuren voor bepaalde therapieën en de eigenschappen van die therapieën, en dan ook nog het implementeren van die voorkeuren in verschillende beslissingen, zodanig dat het effectief een effect heeft, is eigenlijk iets wat meer en meer aandacht krijgt en wat naar de voorgrond treedt. En waar we ook lessen van kunnen trekken in onze coronapandemie, waar we vandaag mee te maken hebben. Als we meer luisteren naar de patiënten, kan het zijn dat de beslissingen die we nemen rond bepaalde keuzes die we maken, ook een groter effect op bepaalde mensen zullen teweegbrengen. Misschien het gewenste effect. Nu, wat zijn eigenlijk patiëntenvoorkeuren? Ik zou daar heel eventjes op willen inzoomen, omdat het toch wel een interessant begrip is, denk ik. En nu recentelijk meer aandacht krijgt, ook in beslissingsprocessen, meer specifiek. Vaak wordt het begrip verward met andere begrippen, zoals patient input of patient-reported outcomes, omdat dat dan begrippen zijn die we kennen vanuit de klinische trial context of andere klinische contexten. Maar eigenlijk zijn patiëntenvoorkeuren, is dat eigenlijk informatie die bekomen wordt door de beoordelingen, kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingen, van de relatieve wenselijkheid en relatieve aanvaardbaarheid die patiënten hebben voor bepaalde karakteristieken van geneesmiddelen. En die karakteristieken noemen we attributen. Dus wat is eigenlijk de wenselijkheid van patiënten of de aanvaardbaarheid van patiënten voor bepaalde karakteristieken die gezondheidsinterventies, dus geneesmiddelen, hebben? En die karakteristieken, dat kan gaan over de voordelen van die geneesmiddelen of over de risico's, de nadelen die ze met zich meebrengen, zowel klinisch als niet klinisch. En eens als we die zaken weten, die patiëntenvoorkeuren weten voor bepaalde medicijnen, dan is het de bedoeling dat die kunnen gebruikt worden om beslissingen te informeren. En er zijn eigenlijk bij de ontwikkeling en bij het goedkeuren van geneesmiddelen enorm veel beslissingen die genomen moeten worden. Er moeten beslissingen genomen worden op het hele vroege niveau van ontwikkeling, maar ook bij de klinische ontwikkeling, ook bij het goedkeuren van die geneesmiddelen door onze autoriteiten, ook bij de terugbetaling van die geneesmiddelen, maar ook bij het klinische praktijk waar dat de arts een beslissing moet nemen voor één individuele patiënt. En als we dan bijvoorbeeld eens kijken naar hoe dat patiëntenvoorkeuren gebruikt kunnen worden in de klinische ontwikkeling, dan kunnen patiëntenvoorkeuren een belangrijke aanvulling zijn, een helpen, supporteren bij het selecteren van relevante klinische trial eindpunten die uiteindelijk mee zullen genomen worden in een klinische proef. Of bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van patient-reported outcomes. En als we dan kijken naar marktautorisatieniveau, dat is echt het punt waar de autoriteiten moeten beslissen, wegen de voordelen op ten opzichte van de nadelen. Ook daar kunnen patiëntenvoorkeuren in dat verhaal van risicobatenanalyses meegenomen worden of om processen rond het labelen verder te informeren. En dat eigenlijk voornamelijk in beslissingen die gevoelig zijn voor patiëntenvoorkeuren. Daarmee bedoel ik in die beslissingen waar dat de input van die patiënten daadwerkelijk een verschil kan maken of betekenisvol kan zijn. En we zouden kunnen denken, ja, is dat niet in alle beslissingen zo? Wel, in bepaalde beslissingen is het zo dat er eigenlijk, als de regelgever bijvoorbeeld of de industrie een beslissing zou moeten nemen,
dat er verschillende mogelijkheden zijn, maar dat geen enkele mogelijkheid of geen enkele optie beter is dan de andere. En waarbij dus eigenlijk de voorkeur van die patiënten wel tot een beslissing kunnen komen of behulpzaam zouden kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is waarbij dat er evidentie aanwezig is, maar die is gewoon heel onzeker. En dan is het belangrijk om te weten van welke mate van onzekerheid aanvaarden die patiënten. Of waarbij dat de aanvaardbaarheid van die voor- en die nadelen heel sterk verschilt tussen patiënten, maar ook met die gezondheidsmedewerkers zelf, dus met de artsen, waarbij dat dus die meningen sterk verschillen. Nu, waar staan we nu eigenlijk in Europa met die patiëntenvoorkeuren en die patiëntenvoorkeurenstudies? En wordt dat eigenlijk al aanvaard en wordt het gebruikt? Daar kan ik u vertellen dat er een groot consortium gevormd onder de paraplu van het Innovative Medicines Initiatief, dat is het IMI, genaamd PREFER, zich daar de afgelopen 4 jaar mee bezig heeft gehouden. En PREFER is een consortium die nagedacht heeft en een kader ontwikkeld heeft om patiëntenvoorkeurenstudies op te zetten, verder uit te voeren en ook ervoor te zorgen dat de resultaten daarvan gecommuniceerd worden en geïmplementeerd worden op de plaats waar dat er moet zijn. En vorige week, ik ben ook zelf lid van dat consortium, hebben we een aanvraag ingediend bij het Europees Geneesmiddelagentschap om patiëntenvoorkeurenstudies, om dat kader voor die patiëntenvoorkeurenstudies, om dat eigenlijk goed te keuren, om eigenlijk daar een EMA-kwalificatie-opinie van te krijgen. Zodanig dus dat EMA achter dit kader staat over de manier waarop dat ontwikkeld wordt en ontwikkeld. Maar we zien dus dat eigenlijk de grote stappen zeer gelijkaardig zijn aan een normale klinische trial, maar de inhoud is zeer sterk gefocust op het op het meten en het identificeren van die patiëntenvoorkeurenstudies. Dus hoe ziet dat nu eigenlijk eruit, zo'n patiëntenvoorkeurenstudies in de praktijk? Daar is een eerste kwalitatieve fase die heel belangrijk is. En in die kwalitatieve fase is het doel om te bepalen wat patiënten nu eigenlijk belangrijk vinden aan karakteristieken, aan kenmerken in hun ziekte, maar ook in de behandelingen die er zijn. En waarom? En in een tweede fase komen we dan naar het kwantitatieve luik. Dan gaan we, geïnformeerd door die kwalitatieve fase, op een grootschaliger niveau kijken naar hoe sterk waarderen patiënten bepaalde attributen. Welk zijn de afwegingen die patiënten maken als ze voor één of andere attribuut kiezen? En hoe sterk verschillen die voorkeuren van patiënten, rekening houdend met de verschillende karakteristieken die die patiënten hebben? Want patiënten zijn, we hebben oudere patiënten, jongere patiënten, we hebben patiënten ook die de ziekte meemaken in verschillende ziektestadia. Dus wat is de heterogeniteit van die patiënten en hoe worden de voorkeuren daardoor beïnvloed? Dus heel concreet, als we in de kwalitatieve fase zijn en we gaan bijvoorbeeld een groepsgesprek daar rond organiseren, een focusgroep, dan is het de bedoeling om eerst die patiënten samen te brengen om de karakteristieken van bepaalde behandelingen te identificeren, om dan vervolgens met bijvoorbeeld een nominal group techniek te komen tot een ranking van die verschillende attributen. Want mensen gaan heel veel kenmerken van behandelingen enzovoort oplijsten. En in een vervolg kwantitatief luik kunnen we niet al de attributen meenemen in één en dezelfde studie, als we willen tot significante resultaten komen. Vandaar dus dat we dus het kwalitatieve luik, dat daar ook al een ranking aan vooraf gaat, om vervolgens dus tot de kwantitatieve fase te komen, waarbij het de bedoeling is om die voorkeuren, om daar gewichten aan te geven, om het relatief belang van die attributen te bepalen. En ook om te kijken naar hoeveel risico's zijn patiënten eigenlijk bereid te nemen, geweten dat er een bepaald voordeel is. En omgekeerd, welk is het minimum aanvaarde voordeel dat die patiënten moeten zien vooraleer ze een bepaald risico gaan nemen, dat ook verbonden is aan een bepaalde behandeling.
We hebben dus inderdaad hier rond ook al een aantal studies uitgevoerd, ook al rond gentherapie. En we zien inderdaad dat daar wel significante verschillen zijn. Want er moeten wel resultaten zijn die significant zijn. Op voorhand moet er bepaald worden welke het aantal is van patiënten dat moet deelnemen aan die studie. Om een minimum aantal minstens te hebben, maar natuurlijk hoe meer patiënten deelnemen aan dergelijke studie, hoe beter. Een tool, een mogelijke techniek om kwantitatief te werk te gaan, is de discrete choice experiment, waarbij patiënten een panel voorgeschoteld krijgen, een keuzepanel, waarbij ze moeten kiezen tussen een medicatie A en een medicatie B. En waarbij er op het panel ook aan de linkerkant die attributen, namelijk die kenmerken die gelinkt zijn en die we willen verduidelijken voor die beide geneesmiddelopties, oplijsten. Bijvoorbeeld op welke manier wordt het geneesmiddel genomen, of bijvoorbeeld wat is de kans om een ernstige neveninfectie te krijgen gezien die behandeling. En voor elk van die attributen worden er dan niveaus bepaald, levels bepaald. Bijvoorbeeld, welke is de kans op het krijgen van een ernstige infectie? 15% versus 30% bij de andere behandeling. Welke toedieningsmanieren ga je geven aan die patiënt? Ofwel intraveneus, ofwel dagelijks één pilletje bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal verschillende niveaus die je kan bedenken bij deze attributen. En tot slot wordt er dan gevraagd in die patiënt, kan je een keuze maken tussen behandeling A of medicatie A of medicatie B. Er worden verschillende scenario's zo voorgesteld aan die patiënt om dan uiteindelijk tot doel te hebben het relatief belang van die attributen te identificeren, als ook de trade-offs die mensen willen maken om in deze specifieke contexten. Dus dit was eigenlijk een voorstelling over hoe dat patiëntenvoorkeuren gebruikt kunnen worden in de context van personalized medicine. Maar het spreekt voor zich dat personalized medicine daarnaast nog heel veel andere disciplines, waar we nog heel veel andere disciplines een rol spelen. We praten over patiëntendata, dus we kunnen ons voorstellen dat de bescherming van patiëntendata tijdens het biomarkeronderzoek, tijdens het patiëntenvoorkeuronderzoek, enorm belangrijk is. En dat dus inderdaad samenwerking met bijvoorbeeld juridische experten enzovoort ook nog een heel belangrijk leuk is. Dus personalized medicine is iets waarvan we denken op de dag van vandaag, we hebben andere problemen aan ons hoofd, maar langs de andere kant zou het wel eens een stap kunnen zijn in de richting van een oplossing ook op andere domeinen waar we het ooit nog niet van verwacht hadden. Zonder te willen afdoen aan het feit dat er nog heel veel uitdagingen zijn waar we samen aan kunnen werken. En inderdaad, samenwerken, dat is nodig. En ik denk dat we dat allemaal samen hier aan onze KU Leuven zeker moeten doen. Want we hebben zoveel expertise hier in huis. Dus ik denk, ik sta er zelf ook heel erg voor open om hier verder mee te gaan met iedereen hier. Dank u wel. Dank u wel. En nu is het aan u om uw licht daarop te laten schijnen. Dank u wel. Ik wil in eerste instantie mijn appreciatie uitspreken voor het mooie verhaal dat je hier gebracht hebt, Isabel. Enerzijds een verhaal waarbij dat je met de voeten op de grond staat. Ik bedoel, goed bewust van regelgeving, van terugbetaling en van de hele context daar rond. Anderzijds ook verfrissend. Ik zou zeggen, een nieuwe lente en een nieuw geluid. En ik denk dat we daar allemaal aan toe zijn. Het spreekt mij ook erg persoonlijk aan, omdat ik enerzijds actief ben in het bestuderen van methoden om tot optimale beslissingsregels te komen in precisiegeneeskunde, maar dat ik anderzijds ook lang geleden met patiëntenvoorkeuren ben bezig geweest en in die zin werpt het mij wat terug in de tijd. Het doet me mij jonger voelen. Een vraag die ik je zou willen voorleggen is, ik geloof zelf sterk in het nut en het belang van gepersonaliseerde of precisiegeneeskunde. Maar ik ben ook een beetje bekommerd dat we misschien soms te veel beloften zouden kunnen maken die we niet helemaal kunnen realiseren. Dus te hoge verwachtingen zouden kunnen wekken dan wat er eigenlijk mogelijk is. Ik wil op dat vlak
drie elementen aanhalen om die zorg wat te stofferen. Ja, één, je hebt de discussie over de terminologie. Moet je nu over gepersonaliseerde geneeskunde of precisiegeneeskunde spreken? In de Verenigde Staten heeft de National Research Council gezegd, je moet voor precisiegeneeskunde gaan, want het is eigenlijk onmogelijk om af te dalen tot op het niveau van de individuele patiënt. En daar zijn inderdaad logische en statistische argumenten voor te geven dat je uiteindelijk alleen maar uitspraken kan gaan doen over types van patiënten, zoals die gecharakteriseerd worden door bijvoorbeeld biomerkers, maar ook gelijk welke andere informatie die op het moment van de beslissing beschikbaar is. Dus de hoop of de verwachting wekken dat we kunnen helemaal aanpassen aan het unieke individu, wordt door die terminologie een beetje tegengesproken. En vandaar ook de voorkeur om over precisie in plaats van gepersonaliseerd te spreken. Ik denk dat terminologie, dat een kwestie is van conventie, dat we daar niet te veel van wakker moeten liggen. Maar de verwachtingen die we wekken, dat is misschien wel een andere zaak. Mm-hmm. Een tweede element dat ik zou willen aanhalen, dat is dat al in het begin van dit millennium, in 2005... in de Lancet er op een gegeven moment een paper is verschenen met horror stories. Eigenlijk allemaal studies waarin dat er werd geclaimd dat er een bepaald effect wel of niet optrad van een bepaald medicijn voor een bepaalde subgroep van patiënten. Mm-hmm. Daar waar dat het onmogelijk bleek om dat effect in follow-up studies te reproduceren. Dus mm-hmm. de hele problematiek van reproduceerbaarheid speelt daarbij wel sterk. Waarbij dat dan natuurlijk ook te maken heeft met als je conclusies trekt uit onderzoek met subgroepen, hoe goed gaat dat een reproduceerbaarheidstest doorstaan? Mm-hmm. Vanuit statistische hoek is er daar effectief wel verder rondgewerkt. Is er bijvoorbeeld aangegeven dat als je wil komen tot een gepersonaliseerde geneeskunde die echt maakt dat je aan dit type van patiënten dat soort medicijn gaat voorschrijven aan een ander type van patiënt, een ander medicijn, mm-hmm. ja, dat om daar harde validaties van te doen, want je hebt over biomerkervalidatie gesproken, dat je daar echt heel grote steekproeven voor nodig hebt, waarbij dat het probleem des te groter wordt naarmate dat je meer predictoren, meer covariaten technisch gesproken in je onderzoek gaat betrekken. Mm-hmm. En een keer dat je begint met predictoren te zoeken in het zogenaamde omicsdomein, genoom, maar ook proteoom, metaboloom enzovoort, dan doe je misschien een doos van Pandora open, waarbij dat er daar zoveel kandidaten in zitten, waarbij dat de voorkeur in precisiegeneeskunde dan ook nog is om naar combinaties, naar patronen te gaan kijken, maar dan wordt het nog complexer. Dus ik ben een beetje bezorgd van, moeten we hier niet oppassen, waarbij dat het probleem nog groter wordt als je rekening houdt met twee verder complicerende factoren. Enerzijds het feit dat de reactie van een patiënt op een medicijn niet altijd dezelfde is, dat er dus behoorlijk wat intra-individuele verschillen zijn daarin. En ten tweede, dat, ja, als je dus kijkt naar wat dat het beste medicijn is, dan moet je eigenlijk een criterium hebben, een outcome-variabele, maar er zijn er verschillende. En zoals je daar straks ook al hebt aangegeven, dan is de vraag hoe ga je die verschillende, die cocktail van uitkomstaspecten, hoe ga je die in rekening brengen? Dus ik geloof enerzijds in gepersonaliseerde geneeskunde of precisiegeneeskunde, maar ik ben wel bezorgd om niet te hoge verwachtingen te wekken. Ik wilde graag weten hoe jij daarover dacht. Ik deel eigenlijk uw bezorgdheid. En niet alleen ik, ook de overheden delen die bezorgdheid. Want ik weet dat de autoriteiten zelf, die dus moeten beoordelingen maken over die data die aan hen getoond wordt, dat die ook op die manier naar dergelijke gegevens kijken. En ik weet dat omdat er meer en meer ingezet wordt, ook op Europees niveau, rond die validatie van die biomerkers, maar dus er dus ingezet wordt op een echte robuuste methodologie om aan te tonen dat een bepaalde biomerker wel degelijk gelinkt is aan een bepaalde outcome of een bepaalde eindpunt dat eigenlijk bereikt wilt worden.
En dus meer en meer, als er gebruik gaat gemaakt worden van een biomerker, zal er toch moeten aangetoond worden dat er met, aan de hand van een methodologie die aangetoond heeft dat die biomerker wel degelijk een gevalideerde biomerker is, zal daar meer en meer rekening mee gehouden worden. Dus ik weet dat echt een grote zorg is. Langs de andere kant weet ik, of denk ik ook, dat investeren in het zoeken naar biomerkers voor bepaalde aandoeningen nog altijd iets is wat zeer waardevol is en waar zeker onderzoek naar moet blijven gebeuren. Omdat het inderdaad zo'n complex gebeuren is en omdat er inderdaad beter zoveel mogelijk inzichten zijn die meegenomen moeten worden. Maar ik ga helemaal akkoord dat er... Dat het selecteren van een bepaalde biomerker en daar rond dan een klinische trial ontwikkelen en dan kijken wat het doet en dat eigenlijk misschien niet de beste, zo'n willekeurige biomerker bedoel ik, dat dat niet de beste benadering is en dat het doen van subgroepanalyses ook inderdaad de significantie van die resultaten totaal in vraag kan stellen. Dus daar ben ik helemaal mee eens en daar weet ik dat daaraan gewerkt wordt. We moeten wel oppassen dat de biomerkers die er nu wel zijn en die wel gevalideerd zijn en die meegenomen worden in de behandelingen, dat we niet alles... het kind met het badwater, met wijze van spreken, weggooien. Hè? Dus dat we niet de idee wekken dat een biomerker in elk geval niet te vertrouwen is, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat het... Maar ik heb die studies ook gelezen, waarbij dat er grote vraagtekens konden geplaatst worden, hè, naast die validatie van die biomerkers. Dus ik denk dat zeker een heel belangrijk punt is waar we verder rond moeten werken. Mm-hmm. Ja. En waar ik weet dat de geneesmiddelautoriteiten daar ook sterk achter staan. En als zij daarachter staan, dat er ook wel waarschijnlijk inspanningen zullen geleverd worden om daar meer rond te werken. Hmm. Ja. Ik wil even verduidelijken dat het zeker niet mijn bedoeling was om expliciet of impliciet de biomerkers of bepaalde biomerkers in een verdomd hoekje te plaatsen. Voor mij is het trouwens breder dan alleen maar biomerkers. Ja. Ik zie evengoed behandelingsbeslissingsregels die geïnformeerd worden door bijvoorbeeld psychologische karakteristieken. Ja. Maar dus wat dat betreft zeker geen verdomhoekje voor de biomerkers, nee. Maar wel een beetje voorzichtigheid naar conclusies toe. Maar ja. Ik heb het gevoel dat we die voorzichtigheid of die bezorgdheid wel delen. Absoluut, ja. Helemaal. Een tweede vraag die ik u zou willen voorleggen komt uit een totaal andere invalshoek en sluit aan bij het hele mooie stuk dat je hebt gebracht over patiëntvoorkeuren. Het inschakelen, het gebruiken van die patiëntvoorkeuren in heel wat verschillende stappen, zoals je dat ook hebt uitgelegd. Want het gaat niet over op één moment, maar er zijn heel wat verschillende stadia waarin dat die van belang zijn. Mm-hmm. Dat spreekt me erg aan. Ik heb wat dat betreft wel nog een vraag die je niet beantwoord hebt. Je hebt gezegd waarvoor dat je die patiëntvoorkeuren allemaal zou kunnen inschakelen. Maar ik vroeg me af, waarom zou je dat doen? Mm-hmm. Waarbij dat a priori ik verschillende mogelijke motieven zie van waaruit dat je de keuze om te werken of om patiëntvoorkeuren in te schakelen, om daarvoor te gaan. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, goed... Ik kies ervoor vanuit een normatief, eventueel zelfs een ethisch perspectief. Mm-hmm. En daar zijn behoorlijk wat zaken vanuit de literatuur aan te koppelen. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de besliskunde, in het besliskundig domein, worden er allerlei theorieën over rationele keuzes in onzekerheid gegeven. Mm-hmm. En een van de meest standaard theorieën sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is expected utility theorie, dus verwachte utiliteiten, waarbij dat er gekeken wordt, je hebt een alternatief, wat zijn de verschillende aspecten die daaraan vasthangen, wat is de kans, de subjectieve kansinschatting dat die aspecten, die gevolgen zullen optreden, enerzijds, en anderzijds welke utiliteit, welk waardeoordeel wordt daaraan gekoppeld. Mm-hmm. Wat trouwens erg
aansluit bij de verschillende attributen die jij hebt genoemd en bij de gewichten die eraan gehecht kunnen worden. Nu, ik denk dat je allerlei randopmerkingen kunt maken over die benadering van besliskunde. En of dat de goede manier is om aan besliskundige hulp te doen. Maar één ding staat voor die besliskundige wel als een paal boven water. Als je uiteindelijk die waarden, die utiliteiten wil te pakken krijgen, dan kan dat alleen maar door de direct betrokkenen te bevragen. Want de verwachtingen, de kansen, die kunnen eventueel komen van buitenaf. Maar de waarden, dat is alleen maar iets wat de direct betrokkenen kan invullen. Dus dat is denk ik in de normatieve besliskunde een klassiek inzicht. Dus van daaruit zie ik een mogelijke richting om te motiveren waarom dat je dat zou doen. En ik zie dat niet alleen op het niveau van als je verschillende alternatieven met elkaar moet gaan vergelijken, verschillende behandelingsalternatieven, verschillende mogelijke medicijnen bijvoorbeeld, maar ik zie dat in belangrijke mate ook op het niveau van wat als je verschillende resultaataspecten wil gaan combineren. Want dat is een aards moeilijke opdracht voor statistici, maar voor in eerste instantie ook voor mensen in de toegepaste domeinen. Want hoe ga je nu, hoeveel gewicht ga je nu inderdaad hechten aan aan een bepaald neveneffect in vergelijking met een gunstig effect. En meestal zijn er meerdere gunstige effecten en meerdere neveneffecten. En dat wordt dan heel moeilijk om die allemaal samen te brengen, om die op eenzelfde schaal bijvoorbeeld te brengen. En goed, ik denk dat effectief daar een mogelijk argument zou kunnen zijn vanuit normatief, eventueel ethisch standpunt. Ik zie een tweede mogelijk argument, maar ik wil graag horen wat jij ervan vindt. Tweede mogelijk argument is dat je zegt, ik wil evidence-based werken op basis van empirische evidentie, dat inschakeling van voorkeuren tot betere keuzes leidt. En dan kan beter zijn, leiden tot betere uitkomsten, of eventueel ook tot een hogere therapietrouw, omdat de patiënt meer achter de gekozen behandeling staat. Ja. Nu, dat was mijn vraag naar u toe. Je hebt gezegd waarvoor dat je ze wil inschakelen. Ja. Mijn vraag is dan waarom? Ja. Nee, ik denk inderdaad die twee argumenten die de vraag waarom kunnen beantwoorden, zijn effectief twee belangrijke zaken. Dus inderdaad, ethisch gezien, die patiënt erbij betrekken, tenslotte gaat het dus over de gezondheid van die patiënt. En is het ook zo dat de patiënt degene zal zijn die langs de ene kant die voordelen daarvan heeft, van een therapie, maar het zal ook de patiënt zijn die potentiële nadelen daarvan moet ondergaan. En dan is het wel echt belangrijk om te weten van welke nadelen zijn die patiënten bereid om te nemen ten opzichte van de voordelen die er gegeven worden. Dus vanuit een ethisch standpunt is het eigenlijk alleen al daarom, omwille van de risico's die zij potentieel moeten nemen, belangrijk om die patiënten daarbij te betrekken. Niet alleen risico's met betrekking tot de veiligheid van de geneesmiddelen, maar ook de last die ze er potentieel van kunnen hebben, omdat er misschien overgeschakeld wordt naar een andere toedieningswijze enzovoort, wat ook soms heel grote impact kan hebben op de patiënt. En het tweede argument, inderdaad, onderschrijf ik ook heel volledig, dus waarbij dat het belangrijk is, waarbij dat er inderdaad evidentie is, of de hypothese zou kunnen zijn dat door het meenemen van die preferenties, dat daardoor de outcome verbetert. Hè. Nu, die outcome van klinische outcomes van, door het gebruik van therapieën worden verbeterd als de gebruiker meegenomen wordt. Als eigenlijk van beslissingen, als de gebruiker of degene die erdoor getroffen wordt, meegenomen wordt in het verhaal, dan is de outcome beter van die beslissingen. Dat is eigenlijk gewoon een algemeen gegeven, maar dat geldt eigenlijk ook op het niveau van dergelijke beslissingen over therapieën. Patiënten gebruiken vaak de term nothing without us, nothing about us, but without us, zeggen ze dan. Dus, en ik geloof daar eigenlijk wel in. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om patiënten te betrekken, niet alleen te bevragen, maar ook te betrekken bij heel het proces van zo'n patiëntenvoorkeurenstudie, om ook voor te zorgen dat heel proces helemaal afgestemd is op de noden van die patiënt. En daarnaast is het ook zo dat
beslissingen worden genomen door overheden, regelgevers. Maar die hebben soms een andere inschatting ten opzichte van welke risico's dat een bepaald geneesmiddel met zich meebrengt. En vooral welke risico's bijvoorbeeld dat een patiënt wilt nemen. Want vaak willen patiënten wel meer risico's nemen dan wat de overheid denkt dat patiënten willen nemen. Dus ook vanuit dat oogpunt is het belangrijk om de meningen van die patiënten te vragen en niet louter te berusten in sommige gevallen op de inschatting in feite vanuit de overheden. Ja, ik wou daar toch eens... Ik heb daar een aantal vragen bij. Mm-hmm. Dus, het is zo dat vroeger, wanneer wij investeerden in de bank, ja. We hadden een spaarboekje, er was een vaste rente, mm-hmm. Die was vrij goed. Ja. En we hadden eigenlijk weinig zorgen. Nu moeten we, als we middelen hebben, ja. Krijgen we advies. Ja. Wordt er een risicoprofiel gecreëerd? Ja. Wordt ons een hele ingewikkelde uitleg gegeven over hoe dat met ons kapitaal zal zijn? En er wordt ons dan voorgelegd van wat beslist u nu? Ja. Persoonlijk heb ik eigenlijk het gevoel dat ik dat eigenlijk allemaal niet zo goed volg. Dat ik dat niet de finesse van begrijp. Mm-hmm. En dat ik dus die risico's eigenlijk niet echt precies kan inschatten. Mm-hmm. En dat men eigenlijk vanuit de bank ja. Eigenlijk vooral wil vermijden dat de risico's genomen worden door de bank. Maar de risico's worden dan genomen door de persoon zelf. Mm-hmm. Waardoor de bank kan zeggen, ja meneer, u hebt daarvoor gekozen. Jammer mm-hmm. genoeg is dit ja. zo en zo afgelopen. Het is een beetje hetzelfde als ik zou met mijn wagen naar de garagist gaan. Mm-hmm. En de garagist zegt, ja, er zijn verschillende mogelijkheden om mm-hmm. uw wagen te mm-hmm. maken. Ik zou het zo kunnen doen, mm-hmm. ik zou het mm-hmm. zo kunnen doen. Mm-hmm. Waar gaat uw voorkeur naar? De eerste reactie van mij zou zijn, iedereen zijn job. U weet mm-hmm. wat belangrijk is. Ja. Dus hoe ja. ja. En in eerste reactie kan ik zeggen dat het belangrijk is dat die patiënten goed geïnformeerd zijn over waarover het gaat. Mm-hmm. U sprak ook al over het feit dat ik weet eigenlijk niet goed waar het allemaal gaat, welke risico's, wat er allemaal de gevolgen ervan zijn. Dat is in eerste instantie al heel belangrijk, dat het eigenlijk geïnformeerde voorkeuren zijn. Dat die mensen heel goed weten van waarover gaat het en welke impact heeft dat potentieel op mij. En ten tweede is het ook zo dat die beslissingen niet louter en alleen genomen worden op patiëntenvoorkeuren. Dus het is nog altijd de klinische data die achter een geneesmiddel zitten, of die aan de basis liggen van de klinische trial bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk nog altijd de harde data waar de beslissing rond genomen wordt. Maar er zijn momenten waarbij dat het vaststaat dat het wel veilig is enzovoort, hè, maar waarbij dat er toch wel afhankelijk kan zijn van de mening van die patiënt over welke keuzes dat er nu eigenlijk gemaakt worden. Maar dat is niet van die aard dat daardoor enorm grote problemen gaan optreden waarvoor de patiënt dan uiteindelijk zal moeten opdraaien enzovoort. Het gaat eigenlijk gewoon over het informeren van die patiënt over mogelijke nadelen en voordelen van iets. En eigenlijk weten van wat wil die patiënt. En uiteindelijk wordt die beslissing niet genomen door die patiënt. Die beslissing wordt nog altijd genomen door degene die beslissing moeten nemen. Mm-hmm. Maar die zijn dan wel geïnformeerd mm-hmm. door wat die patiënten denken. Het is een soort van inspraak. Nu, ja. Er is een werkgroep geweest binnen Metaforum die zich beraden heeft over de evidence-based karakter van geneeskunde. Mm-hmm. En de conclusie was voor een deel hoe moeilijk het is om dat eigenlijk precies in te schatten. Mm-hmm. En zelfs experten, wanneer ze statistische inschattingen moesten maken, de geneesheren zelf, mm-hmm. zaten er soms volledig naast. In de psychologie weten we dat er een soort van verschillende soorten van intellectuele reacties zijn, waarbij mensen in eerste instantie intuïtief reageren en mm-hmm. pas in tweede instantie systeem 2 gebruiken. En dat is eigenlijk een heel ingewikkelde zaak. Ja. Dus een heel aantal mensen, ik kan mij ook voorstellen dat er verschil is tussen sociaal-economische status, opleiding, mm-hmm. dat toch ook een serieus probleem kan zijn bij het inwinnen van dat soort van inspraak. Ja, zeker als het gaat over een individuele beslissing. Mm-hmm. Dus als het gaat echt over de gezondheid van en een behandelingsbeslissing die direct impact heeft op die patiënt zelf, mm-hmm. is het inderdaad zo dat het vaak is dat die patiënt dat wel, sommige patiënten dat niet eigenlijk helemaal alleen kunnen nemen. Dat die mm-hmm. even naar huis willen gaan, daar eens eventjes praten met hun partner en op die manier hun voorkeur vormen en op die manier de beslissing nemen. Eigenlijk zoals het gaat in het dagelijks leven ook. Dus daarom die methodes om voorkeuren te meten
waarbij dat die voorkeuren bedoeld zijn om dat individueel beslisproces tussen de arts en de patiënt te informeren. Dat soort technieken verschilt eigenlijk ten opzichte van de technieken die gebruikt worden om voorkeuren te meten, die bedoeld zijn om om de voor- en de nadelen van een geneesmiddel, om een regelgevende beslissing bijvoorbeeld te informeren, waarbij het niet gaat over de behandeling van die patiënt zelf op dat moment. Waarbij dat die patiënt zelf daar op dat moment niet direct iets voor voelt. Want misschien de mensen die deelnemen aan dat patiëntenvoorkeursstudie, die hebben niet noodzakelijk al die geneesmiddelen met al die kenmerken op het moment. Die nemen niet noodzakelijk die geneesmiddelen met al die neveneffecten of al die voordelen. Mm-hmm. Het gaat ook vaak over hypothetische scenario's, wel met daadwerkelijke attributen, maar waarbij dat er gewoon gepolst wordt naar de verschillende karakteristieken. Wat vindt u daarvan? Dat is een totaal ander scenario eigenlijk dan als het gaat over een behandeling die direct impact heeft op de patiënt zelf. Okay. Ik wil in twee opzichten toch ook nog verder reageren op je vragen en je bezorgdheden. Ik wil eerst terug naar uw garage gaan. Daar was een beetje de logica van de garagist zou het toch beter moeten weten. Wel, ik denk dat de garagist, of hier degene die de medicatie voorschrijft, alleszins degene is die de informatie heeft over de verschillende effecten en neveneffecten die kunnen optreden. Mm-hmm. En ik denk dus dat binnen de logica van de besliskunde, dat hoort bij de expert die informatie heeft, die daarover beschikt. Ik denk ook dat gevisualiseerd is in de schemata die Isabelle heeft gegeven, waarbij dat ze die percentages zelfs visualiseert. Mm-hmm. Want een percentage, dat is relatief abstract. Dus ik denk, dat is het privédomein van de expert. Ik denk langs de andere kant om een waarde te hechten aan een bepaald effect of een bepaald neveneffect, dat niet zo evident aan de garagist kan toegeschoven worden. Ik denk dat in dit geval dat er toch een belangrijke inspraak kan toegekend worden aan de patiënt of de cliënt. Waarbij dat ik zelfs nog een stapje verder wil gaan dan wat Isabel zei. Die zei, uiteindelijk zal het de arts zijn die het voorschrijven voor zijn rekening, dus die de uiteindelijke keuze maakt. Ik denk dat dat een gezamenlijke keuze kan zijn in nogal wat gevallen. Mm-hmm. En dat dus zal gevoed worden door een dialoog. Waarbij dat die verschillende componenten, enerzijds de kennis van de wetenschapper over de verschillende effecten en hun kansen, en anderzijds de waardeoordelen gecombineerd worden. Mm-hmm. Hey, absoluut. Dus als het gaat over die individuele behandeling, dan is het inderdaad dan is de shared decision making, zoals ze dat nu noemen, gedeelde besluitvorming over die behandeling, de weg waar eigenlijk... Waar eigenlijk naartoe gegaan wordt en misschien ook wel best naartoe gegaan wordt. En waar ook nog heel veel onderzoek naartoe moet gebeuren over hoe dat gebeurt. Omdat in de maatschappij van vandaag inderdaad vaak de arts de beslissing neemt in plaats van de patiënt. Soms ook omdat de patiënt dat wenst, maar ook soms omdat het in de cultuur ligt van de artsen. Maar een gedeelde besluitvorming daar op dat niveau is inderdaad wel iets waar we echt naartoe moeten werken. Mm-hmm. Maar als we natuurlijk praten over besluiten door het geneesmiddelagentschap of binnen de industrie, ja, daar komt in die besluitvorming die patiënt zelf niet... daar worden voorkeuren meegenomen om een bepaald besluit te nemen, maar ja. Nu, iemand stelt de vraag, wat heeft dat dan als gevolg voor de medische aansprakelijkheid? Dus als u dat nu samen neemt, die beslissing... En dat valt verkeerd uit. Wie kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden? Mm-hmm. Ik denk dat medische behandelingen, altijd wel ergens een risico inhouden. Soms een onverwacht risico, dat patiënten plots onverwacht ergens een neveneffect, een ernstig neveneffect meemaken. Kan ook nog altijd zonder dat er gedeelde besluitvorming is. Dus die aansprakelijkheid die is er en daar is natuurlijk op voorhand al veel over gesproken geweest en het is een gedeelde besluitvorming. Ik denk dat de vraag ook is dan de patiënt ook mede deels verantwoordelijk voor zijn eigen keuze en aansprakelijk voor zijn eigen keuze? Kunnen we de arts dan op dezelfde manier aansprakelijk stellen voor die keuze? Dat is echt een heel complex domein, hè, rond aansprakelijkheid.
ik denk dat we dat ook niet mogen, erger maken dan dat het is. Mm-hmm. Zo van die beslissingen waarover we nu praten, zijn waarschijnlijk niet van die aard dat er daar grote problemen rondkomen, maar inderdaad, effectief, denk ik niet dat het, en dat is ook zo, niet de bedoeling is in heel het gedeelde besluitvormingsproces om de patiënt überhaupt ergens aansprakelijk voor te laten te maken. De bedoeling van heel het gedeelde besluitvormingsproces is om het beter te maken voor de patiënt. Ja. Er is nog iemand die iets vraagt in verband met die biomerkers. Er zijn natuurlijk biomerkers die causale effecten hebben, bijvoorbeeld bij een gendefect. En dan speelt die statistische onzekerheid minder een rol. Klopt dat? Wel, ik denk dat het alleszins zo is dat als er een goede theorie is, een goede fysiologische theorie bijvoorbeeld, of een goede theorie die heel het wordingsproces van de ziekte goed schraagt, dat we dan met duidelijke hypothese zitten over welke covariaten, welke patiëntkarakteristieken dat er relevant zijn. En ik denk dat het goed is om die te gebruiken, die voorkennis, dat het essentieel is om die te gebruiken. En dan zal het misschien minder een kwestie zijn om op voorhand in de hooiberg te gaan zoeken naar wat dat de juiste biomerker is. Dan kan er veel meer gericht te werk worden gegaan. Maar ik wil niet hier een te scherpe dichotomie stellen tussen enerzijds confirmatorisch en anderzijds exploratorisch onderzoek. Je zou kunnen zeggen, als je een hypothese hebt die biomerker oestrogen receptor positief bijvoorbeeld voor een borstkanker, die schuif ik naar voren. Oké, goed, dan doe je dat confirmatorisch op basis van een duidelijke theorie. Je kunt anderzijds helemaal exploratorisch gaan en heel het genoom of proteoom of weet ik veel erbij gaan betrekken, dan zit je volledig exploratorisch te werken, maar ik denk dat dat een te veel zwart-wit tegenstelling is en dat het vaak kan zijn dat men hypothesen heeft, maar dat die hypothesen gaan over meerdere biomerkers of meerdere covariaten in het algemeen en dat men wel een goed idee heeft hoe dat die spelen, maar dat het samenspel tussen al die biomerkers bijvoorbeeld, dat dan niet zo duidelijk is. Ja goed, dat betekent dat je dan in onderzoek terechtkomt dat tussen exploratorisch en confirmatorisch zit. En hoe dan ook, voor al dat soort onderzoek, of dat het nu confirmatorisch, exploratorisch of tussenin is, is het nodig om zeer zorgvuldig te werk te gaan. En dat betekent zeer grote steekproeven. Mm-hmm. Daar kun je niet onderuit. Dank u wel. Er zijn tal van elementen aan deze problematiek die we natuurlijk niet hebben kunnen behandelen. Mm-hmm. Eén daarvan is bijvoorbeeld het bedrijfsmodel die het bedrijf zal motiveren om die producten dan te maken of die therapieën op punt te stellen. En we raken daar dan een punt aan, ook hoeveel ze daar dan kunnen voor vragen. Mm-hmm. En dus mensen blijken in grote mate bereid daar veel voor te betalen. Mm-hmm. Maar dan kan een bedrijf daar natuurlijk ook van profiteren. Als ze weten dat er veel zal voor betaald worden, kunnen ze veel middelen vragen. En ze kunnen natuurlijk motiveren dat door de medicatie er enorm veel kwaliteitsvolle jaren volgen. Mm-hmm. En op basis daarvan kunnen ze dan die prijs bepalen, wat ze soms doen. Dat is natuurlijk een beetje een vervelende zaak. Mm-hmm. Meestal als we een operatie ondergaan, hopen we dat tegen iets meer dan de kostprijs is. Mm-hmm. Meer dan op basis van een inschatting van hoeveel beter we zullen kunnen leven na die operatie. Mm-hmm. Hoe zit de discussie daar? Hebben jullie daar ook veel mee te maken of blijven jullie daar op de vlakte? Inderdaad, en daar komen we dan in het domein van zo die geavanceerde therapieën. Mm-hmm. Zo bijvoorbeeld gentherapie, waarvan we er dus nu inderdaad al een aantal gezien hebben, waarbij dat eenmalige behandeling tussen de 300.000 tot soms over 2 miljoen euro kan kosten, afhankelijk van welke behandeling het is. En waarbij we dus inderdaad als maatschappij daar staan van zo één, bijvoorbeeld één gentherapie kan mogelijk wel een zeer lange chronische behandeling of chronische ziekte, al de behandeling die gelinkt is aan een chronische ziekte, vervangen en dus inderdaad heel veel kosten vermijden. En dus moest je al de kosten optellen van al de behandelingen die eigenlijk nog levenslang nodig zouden zijn voor zo'n patiënt,
En dan dat vergelijk met de prijs van een bepaald van dat geneesmiddel, dan kunnen we soms wel zien dat dat een enorme kost is die eigenlijk nog ons te wachten staat. En dat er dus nu een therapie is die zelfs misschien minder kost dan wat het allemaal nog zou kosten in de toekomst. Het probleem is daar, moeten we het op die manier berekenen? Moeten we het op die manier eigenlijk inschatten? En indien zo, ja, dan hoe kunnen we dat eigenlijk als maatschappij betalen? Want dat zijn zo grote bedragen die gewoon ook niet zomaar kunnen betaald worden. Dus daar wordt nu enorm nagedacht over in welke gevallen is zo'n hoge prijs inderdaad aanvaardbaar en in welke gevallen niet. En indien ze aanvaardbaar is, hoe kunnen we dat dan betalen eigenlijk als maatschappij? U bent misschien op de hoogte, er zijn zo dergelijke producten worden ook niet zomaar ineens terugbetaald. Die vallen onder bepaalde contracten en er wordt een onderhandeling tussen de overheden en de firma's nemen onderhandelingen plaats. Mm-hmm. En waarbij dat er dus verschillende parameters bekeken worden van oké, welke onzekerheden hangen hier nog aan dit geneesmiddel? Hoeveel opvolgmomenten moeten er nog komen? En dat allemaal speelt een rol ook bij het bedrag zelf dat erop gekleefd zal worden. En dus daar staat België niet alleen in. Daar is ook een netwerk, Beneluxa. Dat is België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, die samen de krachten bundelen om daar samen oplossingen voor te vinden. Ja, we zijn op het einde gekomen van ons gesprek. Het was bijzonder boeiend, we hebben heel veel geleerd. Dank u wel allebei voor dit middaggesprek. Tot genoeg.